YouTube-kanaal. Vandaag zit ik alleen in de auto, maar dat gaat niet zo lang duren, want ik heb zelfs een gasten in de Pink Panther. Mijn allereerste gast voor de Car Rides with Cici. Deze week is dat geworden. Wie zou het zijn? The question is, who's going to enter Cici's Pink Panther? Gilles de Greef en Juicy is mijn allereerste gast vandaag. En je weet al wat er op de planning staat. Ik heb allemaal vraagjes geselecteerd en die gaan wij subiet stellen. Die ga ik zelf stellen. Juicy. Kijk zelf, heb er zin in. Let's get started. De eerste vraag die gaat over ons. We gaan daarmee beginnen. Oh, leuk. Ja. Hoe hebben wij elkaar ontmoet of hoe ken jij mij? Dat is wel even... Ik weet dat ik ken niet. Ik was aan het denken Bobo, maar dat is niet. Nee, het is nog vroeger. Nog vroeger aan Bobo. Ja. Dat was mijn allereerste modeshow, maar jij liep toen niet mee. Je bent toen komen kijken. Huh? Ja, toen... Ja. Wacht even, even nadenken. Dat was in de Smets in... Amai, ja, met Freya was ik daar. Ja. Oh my god, dat is keilang geleden. Dat was mijn allereerste modeshow ooit. Toen. Amai, ja, dat weet ik nog. En dat was denk ik al... Ja, zeker. Ik zat in vijfde of in het zesde middelbaar bij elkaar. Hier, een korte. Hoe oud ben je? Ik ben 29 jaar, juist geworden. 20 jaar 30. Ja. Oh, wat vind je daarvan? Ik vind dat niet zo leuk, want ik voel me nog altijd 20. Oh, voilà, maar dat is toch wel zo'n goed teken, hè? Maar 30, dat wordt een gigantisch groot feest. Dat geloof ik. Waarschijnlijk met veel roos en veel soepjes. Waarschijnlijk. Hier, dat is de vraag die het meeste gesteld is. Hoe ben je begonnen met Instagram? En hoe ben je geraakt tot jou, waar je nu... Echt, en hoeveel volgers dat je hebt en zo? Ik had eigenlijk nooit... Ik wist niet wat Instagram was en ik had echt zo altijd maar 200 volgers. En ik kende dat niet en ik wist ook niet wat ik ermee moest doen. En ineens begon dat programma, Pink Ambition. Ja, Ambition. Pink Ambition, ja. En door dat programma, ik had er eigenlijk helemaal niet bij nagedacht, kreeg ik ineens keiveel volgers bij. Maar echt 10.000, dan weer 20.000. Ik dacht zo, maar wat moet ik hiermee? En toen zeiden mensen, ja, ik moet gewoon gaan bloggen, hè. Allee, gaan... dingen promoten, dingen gaan posten, leuke fotootjes. En toen dacht ik, oké, ik ga daarmee beginnen. En zo is dat eigenlijk in gang geschoten. En tv doet eigenlijk echt wel veel vervolgers. Want ondertussen, hoeveel heb je er nu? Nu heb ik er bekend 53.000. Dat is gek, want je hebt ook meegedaan aan... Ja, maar toch. Ja, ja maar oké. Okay. Jij allemaal... Ja, 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 oké, okay, maar dat is tv, hè. Dus dat is heel knap. Schijn zonder tv. Dank u. Want je hebt ook meegedaan aan... Shopping Queens. En binnenkort aan Komen Eten. Ja. En wanneer spelen ze dat? Ik denk rond eind september ergens. September, dus. Ja. Opnemen. Ja. 4. Wat zijn jouw hobby's? Mijn hobby's? Mijn grote hobby is eigenlijk mijn hond Juicy. Dat doe ik echt de hele dag dingen mee. Dat is echt mijn hobby. Ja, die ligt hier ook braaf te slapen. Je kunt het niet zien. Ja, maar... dat is echt mijn hobby eigenlijk. Dat doe ik alles mee. Ja, ze is maar, heel braaf. Ja, vroeger waren mijn hobby's elk sporten. Ik sportte keiveel. Tennissen 10 jaar, hockey 3 jaar, zwemmen, dansen. Dat weet ik, ik deed keiveel sport. En nu, dat is tegenovergesteld gewoon. En shoppen? Nu, allee, shoppen? Shoppen heb ik eigenlijk nooit graag gedaan. Nee? Nee, maar mijn mama zei dat altijd. Ik denk dat er veel niet weten. Nee, mijn mama zei altijd, Jill... Ik snap niet hoe dat jij een shopping queen bent geworden. En... Want jij haatte shoppen en je begon te huilen toen ik zei we gaan shoppen. Echt? Ja, ja, dat is echt zo. Oh, dat wist ik niet. Ja, ik was echt zo een zo'n tomboy. Ik wou nooit thuis blijven. Mijn mama kocht altijd kleren voor mij. En die zei, dit heb ik weer gekocht. Toen zei ik, ik wil niet dat je het koopt voor mij. Ja, ik was echt... Ik haatte kleren. En, en hoe is dat dan? Dat komt ineens. Je wordt ouder. Hoe groot ben jij? Heel klein. 1,63. Oh, echt? Ja. Ik wou zeggen, je bent toch zo groot als ik? Je bent iets groter, hè? Ik ben 1,70 meter, nu 1,69 meter eigenlijk. Ja. Ah, heb jij designertassen en weet je hoeveel? En wat is je favoriet? Ja, ik heb sowieso wel dezelfde als jij. De designertas met JDG op, Louis Vuitton. Dan, dat is wel een van mijn favorieten, want dat blijft zo'n dat stuk exclusief, dat je overal... Dat inderdaad. Ja, dat past met alles. Je hebt ook wel 3 Chanels. Chanel vind ik ook heel leuk, maar toch, Louis Vuitton blijft een favoriet. Ja, ik heb er nu één bij. Maar dat is een hele speciale deze, want die is van mijn mama voor geweest. Haar allereerste vintage. Dat blijft. Dus dat blijft, hè. Ja, ik dus heb die van mij van mijn oma nog. Ah ja, voilà. En dat heeft ook zo nog altijd een beetje de geur van mijn oma. Nee, deze ook. Dat is keigrappig. Ook van mijn mama. Dat is keigrappig. Dat blijft. En dan, heel veel. Maar dat is designer. Pinkeltassen. Daar ben ik echt verslaafd aan. Maar echt zo Hermes of zo. Nee, dat heb ik niet. Ik heb echt zo alleen Louis Vuitton en Chanel. Dat zijn mijn lievelingsdesign. Waar wil je ooit nog op vakantie gaan? Oeh, een droombestemming. Sowieso de Malediven. Bij mij ook. Ja? Bij mij ook, ja. We kunnen samen gaan. Ja, ja. Ik wil dat sowieso als ik ooit zou gaan trouwen, dan wil ik dat als huwelijksreis eigenlijk. En voor de rest, Bali of Thailand zou ik ook nog wel willen zien. Ja.
Nee, de Malediven, dat is bij mij. Malediven, nummer 1, ja. Hier, wat is tot nu toe een van jouw mooiste momenten uit je leven? Een van mijn mooiste momenten, maar daar moet ik even over nadenken, want ik heb wel veel mooie momenten. Dat is een moeilijke vraag. Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ah wel, ik weet het. De dag dat ik Juicy kreeg. Ah, echt? Ja. Toen was ik zo gelukkig. Wacht, wanneer was ik? Ik heb nog een vraag. Dat is, ze is nu 7. Als dus ja, dat is 6,5 jaar geleden. En dat was echt zo... Dan was je zo oud als ik. Ongeveer, toch? Ja. Ja, dat is zoals Ralf, hè? Ja. Dat was wel zo... Oké, dat zal niet het allermooiste moment zijn, maar dat is wel één van de mooiste momenten. Dat geloof ik. Zo mijn kindje. Wil je kindjes? Sowieso, ik ben echt een kindjesfan. Ja, dat is ook echt een vraag. Wil je kindjes? Heel veel mensen vragen dat altijd aan mij. Ik denk dat die ook weten dat ik zo altijd met kindjes en ik ben zo heel erg... Ik ben zelf nog elke kind. Maar ik hou van kindjes gewoon. En ik zou bijvoorbeeld echt... ik zou niet 5 kinderen of zo willen, maar max 2. Het liefst eigenlijk wel gewoon eentje zoals ik zelf ben. Een meisje? En dan zo heel... Ja, de... Oké, het zou niet erg zijn als het een jongetje is. Natuurlijk. Nee, en heb je al een naam? Ik heb al 10 jaar een naam in mijn hoofd. Echt? Ja, 10 jaar. 2 namen voor een jongen en voor een meisje. En een tip, een hint... Oh, gaat je het niet vertellen? Ik ga het niet vertellen, hè. Oh, zeg, dat zou echt zonde zijn, hè? Want stel je voor dat ik over 2 jaar zwanger ben. Dat zou juist leuk zijn om dat zo te... Nee, maar een tip is, het past wel, de naam past bij mij in Juicy. Iets bij je dan? Ja, het past bij mij in Juicy. Jalousie. Nee, Jalousie. We zullen nog een paar jaar moeten wachten. Dus als iemand een idee heeft, let us know, want ik ben wel benieuwd. Ja. Ik krijg het nog wel los. Ja, ja. Nee, echt niet. Wat is jouw lievelingsstad? Stad, sowieso New York. New York. Echt New York. Daar zou ik zo willen wonen. Ik ben daar nog nooit geweest. Nee. Eveline, als je daar shopt. Ga je nog op vakantie deze zomer? Ja, ik ben juist naar Griekenland geweest. Dat is trouwens echt de moeite. Zakynthos. Ik heb het gezien op de foto's. Met mijn vriendinnetje Chantal. En dat was heel leuk. En ik ga nu met mijn vriend naar de Ark Cruise. Oh ja. Ja. 30 augustus. Dat is al een cruise met een party cruise. Met allemaal... leuke DJ's, ja. Martin Garrix en die. Echt keigrave DJ's aan boord en superveel influencers aan boord. En, dus jij moet trouwens volgens jou ook mee met mij. Ik zie de mij. Maar ja, jij hebt een party dat gaat. Ik slaap om 10 uur. Daarom zit jij er zo uit. En midden september ga ik naar Rome. Een paar dagen, zo'n citytripje. Dat is met de mama? Of nee, ook met mijn vriend. Ik heb dat voor mijn verjaardag als cadeau gehad. Take notes, boys. Naar wie kijk je op? Ik kijk sowieso... Of kijk je naar iemand op, ja. Ja, sowieso. Ik kijk op naar mijn eigen mamatje, hè. Ja, dat is echt mijn alles, hè. Allee, ik vind, zij is echt, dat bent... Allee, dat is... Een tweede ik. Ja. En bij je mama is dat hetzelfde. Mama is dat ook. Ja. En die zijn zo goed voor u en die hebben alles... Die hebben nu een gemaakt zoals je nu zei. En ook, wij zijn gewoon hetzelfde. Gewoon qua dingen shoppen en... Ja, nu toch, hè, vroeger niet. Zo, alles... Als hij iets koopt, oh, dat is mooi, maar mag ik dat ook eens lenen? Of andersom. Dus dat is wel keileuk. Wat zijn jouw goals nog in het leven? Maar jouw goals. Goals. Mijn goals. Mijn goals zijn sowieso... ik wil... Eigenlijk, het voornaamste is bij mij... Ik heb niet echt goals. Ik wil gewoon gezond zijn. Dat is het belangrijkste. Ik wil een heel leuk gezinnetje. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus een kindje. Een hele goede... Mag je een kindje niet meer noemen? Nee. Je kunt niet proberen, Celine. Kom maar proberen. Stel die voor, zeg. Dus ik wil gewoon, mijn goals zijn echt zo een leuk gezinnetje hebben, gezond zijn, gelukkig zijn, daar komt het op neer. Mijn mama nog lang in mijn leven hebben, Juicy nog lang in mijn leven hebben. Dat zijn mijn goals, dat vind ik belangrijker dan zo om te denken dan, oh maar is over 4 jaar nog Instagram, of gewoon, ik wil gewoon gelukkig blijven zijn zoals ik nu ben. Ja. Dat vind ik toch wel, dat is de belangrijkste goal die er is, denk ik. Dus. Is er nog iets dat je wilt delen met jouw volgers? Een boodschap dat je wil meegeven? Een boodschap. Sowieso met allemaal de mensen die mij nog niet volgen. En die bij Celine wel staan. Mij volgen. Een boodschap. Ja, sowieso eind september kijken naar Komen Eten. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, oké, we zijn er al door, maar ik heb nog 5 fun facts. Dat zijn een paar vraagjes waar je gewoon heel snel moet tussen kiezen. Oké. Zout of zoet? Ik vind dat heel moeilijk. Dus ik... Zout of zoet? Zout. Zout? Ja. Winter of zomer? Winter. Winter. Hm. Beauty of brains? Allebei. Dat is een goede antwoord. Allebei. Strik vraag. Sowieso. Katten of honden? Honden. Ja. Ochtend of avond? Nu avond, vroeger ochtend. Ochtend? Ja. Voilà, we zijn er al door. Amai, hebben ze allemaal gehad. Dan zie ik jullie de volgende keer graag weer met mijn volgende gasten. Als er iemand is die jullie graag in de auto willen hebben, let me know. En see you later. See you later. Bye-bye.